Waarom ben jij gemaskeerd? Ja, meerdere redenen. Maar ik denk één ervan is gewoon dat de politie hoeft niet per se te weten wie hier wel of niet voor het pand staat. Of wie hier bezig is met het helpen van een pandje bewoonbaar te maken. Dus je weet niet in wat voor dossier terechtkomt. Wat hier precies aan de hand is? We hebben vandaag de Bellemerstraat 135 huis gekraakt. We zijn vanmiddag rond een uur of half drie naar binnen gegaan. We zijn hier gaan wonen en we hebben toen huisvrede tot stand gebracht. Wanneer de politie is gearriveerd die heel erg graag ons wilde arresteren met z'n allen. Maar uiteindelijk daarop terug is gekomen en nu met het hele leger weer naar huis gaat. Waarom is de politie erop teruggekomen? De politie had in principe het recht niet om ons te vorderen om weg te gaan, nog te arresteren. De politie was per abuis ervan uitgegaan dat het pand nog niet gekraakt was. En op het moment dat wij overduidelijk hebben kunnen aantonen dat het wel gekraakt was, zat er voor hen ook niets anders op dan de koffers te pakken. En hoe groot is jullie groep? Onze groep, je ziet het, we staan hier met honderden mensen voor de deur en we gaan hier ook met z'n allen wonen. En waarom is de keuze op de Bellamistraat gevallen? Het is de gezelligste buurt van West, maar wordt helaas geteisterd door leegstand. Er zijn hier speculatiecorporaties aan de gang die bewust huizen leeg laten staan en niet onderhouden. De gentrificatie van de buurt hier te versnellen. En dat is iets waar wij gewoon helemaal niet achter staan. Dat is iets waar wij ons tegen willen verzetten. En we maken ook hier in de buurt een punt om onze stad van de mensen te houden. En hoe heeft de politie jullie in eerste instantie tot stilstand gebracht? De politie heeft ons helemaal niet tot stilstand gebracht. De politie kwam aan, die begon te duwen en trekken en heeft ons toen in één keer allemaal aangehouden en is daar later weer op teruggekomen. En dat is vreedzaam verlopen? Dat is relatief vreedzaam verlopen, van onze kant in ieder geval.